Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier bij een zaakdelict. In een paar afleveringen geleden is dit hier gebeurd. En inmiddels zijn er lintjes omheen gehangen en staat er niet betreden onderzoek DBE. De DBE is begonnen met een onderzoek, ja, naar wat hier ligt. Het ding is, ik heb dit hier geplaatst als detail. En nu denkt de DBE dat er daadwerkelijk iets gebeurd is dat niet mag. Maar goed, jongens, dat is voor nu niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat ik een paar afleveringen geleden door Harlow vermoord ben. Moet je heel hij heeft een haarnetje op. Ah! Harlow! Wat doe je? Harlow! Hallo! Harlow, wat is dit? Harlow, wat is dit? Niet doen! Daarom mocht ik de spullen niet meenemen. Harlow! Hij vermoordt me gewoon! Hij heeft me gewoon vermoord! Nou, dat was natuurlijk heel raar dat Harlow mij ineens had vermoord. En ik snapte niet waarom. Ik snap nog steeds niet waarom hij mij vermoord had. Ik heb hem ook niet meer gesproken sinds toen. Maar het ding is... Oh, wat ben ik trouwens nog blij met mijn schip nu ik hem zo zie staan, jongens. 2 afleveringen geleden gebouwd. Hij is nog steeds niet af, maak je geen zorgen. De masten moeten er nog op, zoals de andere schepen en zo. Maar hij ziet er wel heel leuk uit. Maar goed, ik ben dus na die moord van Harlow, ben ik naar de DBE gegaan om aangifte te doen. En Charlotte, die zei toen dat ik een straf mocht bedenken voor Harlow en compensatie voor mijn dood. En stel hij zou gestraft worden, wat dan jouw strafeis? Wat zou je graag zien als straf? Mag ik dat zelf bepalen? Jij mag daar een bot op doen. Een bot? Ik heb inbreng op wat er met Harlow straf gebeurt. Mag ik daar even over nadenken? En later terugkomen? Dat mag. Ja? Ja. Oké, prima. Dan kom ik daar later op terug. Goed, nou zijn we 3-4 afleveringen verder of zo. En de DBE heeft hier natuurlijk een outpost. En volgens mij zijn ze niet thuis. Ik ga niet meer naar beneden. De laatste keer dat ik daar naar beneden ben gegaan, is het helemaal fout gegaan. Maar ik heb wel een gepaste straf voor Harlow gevonden. Waar zijn de piraten? Waar zijn de DBE-agentjes? Ze zijn niet bij een outpost. Ze waren niet bij een hotel. Daar had ik net al gekeken. Misschien op een boot. Hallo? Piraten? DBE, waar zijn jullie? Hallo? Oh mijn god, jongens. Kijk, ze zitten. Ze zitten in het restaurant met z'n tweeën. Huh, wat zijn ze? Ze zijn gewoon lekker aan het lunchen, aan het drinken zo te zien. Ze hebben gewoon een piratenlunch. Oh, wacht, ik ga er nu heen. Hallo? Hallo? Oh, wacht, ik kom even naar boven, oké? 2 seconden. Jullie zitten gewoon lekker in het piratencafé hier. Wat is het gevulde ankertje? Hallo, zitten jullie lekker met z'n tweeën? Ah, daar is de ober. De ober? Nee, wacht even. Wat wil je drinken? Kan ik iets voor jullie doen? Ja, ik wil nog wel een flesje. Oeh, nog een flesje? Hij jij ook? Ik zal even kijken of we dat hier hebben, oké? Oké. Prima. Nee, trouwens, nee, wacht even. Nee, hallo, ik ben geen ober. Dat gaan we niet doen. Hé, kan ik jullie spreken namens de DBE eventjes? Dus niet in jullie piraten situatie zoals dat jullie nu zijn. Maar even echt als DBE heb ik jullie nodig. Oké. Okay. Zijn jullie nu een lunchbreak of zo? Ja, mogen we nog even verder eten? En dan daarna kunnen we je wel bij de DBE ontvangen. Bij de DBE zelf? Ja, bij het kantoor. Prima. Geef ons 2 minuten. 2 minuten? Hallo, ik moet die kant... Oh, ik ben nog niet eens binnen 2 minuten bij jullie kantoor. Hoe denk ik... Oh, okay, jullie natuurlijk okay, daarna dan. Ik zie jullie zo. Goed, jongens, terwijl zij verder hun lunch gaan doen, even het ding afmaken. Ik ga niet drinken voor hun halen. Ik bedoel, ze zijn me hartstikke hard aan het naaien de hele tijd. Kan ik jullie heel even snel vertellen over wat voor straf ik voor Harlow in gedachten heb? Harlow heeft mij natuurlijk vermoord en kapitein Bruinbaard daar staat er nog steeds een beetje zielig bij. Een aantal afleveringen geleden, inmiddels volgens mij echt meer dan 10, heeft meneer KB de cowboy, die ik ook al echt lang niet heb gezien, jongens. Ik vraag me af wat hij allemaal aan het doen is. Maar onze gemene meneer KB heeft nadat ik zijn bank heb beroofd, heeft hij terecht iets teruggedaan. En dat is namelijk dit standbeeldje hier, kapitein Bruinbaard, die heeft hij opgeblazen. Nou, inmiddels staat hij al best wel lang in de stijgers, maar die moet een keertje gerepareerd worden. Dus ik dacht, wat nou als Harlow en ik dan samen kapitein Bruinbaard gaan repareren. Hij hoeft het niet alleen te doen. Dan kan hij me helpen met materialen verzamelen. Dan kan hij me helpen met het bouwen ervan. De stijger weer weghalen. En dan kunnen we kapitein Bruinbaard eindelijk een keertje repareren. Maar goed, dat moet ik allemaal bij de DBE blijkbaar regelen. Dus laten we heel even snel die kant op gaan. Goed, daar zijn we in de winkelvallei. En als we ons omdraaien, komen we natuurlijk bij het grote beruchte DBE-gebouw. Waar ik in de afgelopen aflevering heel vaak ben geweest. Vaker dan ik eigenlijk wil. Maar goed, hè? Er gebeurt van alles in het continent tegenwoordig. En de DBE is er alleen maar bij betrokken. Goed, daar zijn we dan. Ik ga mijn paard ga ik heel even hier achterlaten. Zo, Benno, die plaatsen we hier. Oh, hoppakee, wacht even. Zo. Hallo? Zijn jullie er al? Oh mijn god, daar zijn ze. Ik schrik me helemaal kapot. Oh, daar zijn ze. Ze staan me ook echt te begluren op dit. Wat is het, 3e verdieping of zo? Oh, wat eng. Kan ik naar binnen? Mag ik? Oh, ik mag denk ik. Hallo? Hallo? Hey, hallo. Dat hebben jullie snel gedaan wederom.
Ik snap niet hoe jullie het doen. Altijd, hè? Zoals, nou trouwens, tegenwoordig snap ik het. Jullie hebben jullie geheime tunnel hier natuurlijk onderdoor. Hé, hey, daarover gesproken. Wie is Gombert nou? Ik heb Gombert gezien. Ik heb zijn boek. Wie is Gombert? En waarom lag er een lijk in jullie geheime tunnel? Horen jullie niet ons continent te beschermen? Je komt voor Harlo, toch? Ja, ik kom voor Harlo. Laat even naar boven gaan. Ja, laat... Oh, je kent het riedeltje. Camera uit. Ik weet het. Je kent hem. Nou jongens, tot zo. Goed, camera mag zoals gewoonlijk weer aan op jullie bovenverdieping op het kantoorruimte. In welk kantoor gaan we zitten? In die van Char of in die van Joris? Ja, wat wil je? Ja, maakt mij niet uit. Jullie werken hier, ik niet. Ik kom hier te gast. Ah, doe maar deze. Waarom? Oh mijn god, oké, prima. Zo, mag ik zitten? Ik mag zitten waarschijnlijk wel, hè. Hey, ik kom hier natuurlijk voor Harlo, voor de zaken. Maar Char heeft tegen mij gezegd... Hey Max, luister of knal net, luister eens. Jij mag een straf, nou, bepalen. Wat voor straf wil jij zien voor Harlo? En wat voor compensatie wil jij voor de moord terug? Want zijn jullie er al helemaal achter de moord en de motieven en waarom hij het gedaan heeft? Of? We zijn volop bezig met onderzoek. Jullie zijn volop bezig, maar er is nog achter niks gekomen. Jawel, maar dat gaan we nu niet bespreken. Natuurlijk ga je dat niet bespreken. Nee, ik heb al een straf gevonden voor hem. Want ik heb al een leuk idee. Als jullie hem toch nog moeten straffen. Nou, vertel. Je hebt in het continent hier heb je drie standbeelden. Je hebt daar het grote standbeeld. Ik weet niet of die... Ah, die kan ik net niet zien. Wacht. Je hebt daar het grote standbeeld van... hoe heet die? Brown Pearl heet die volgens mij. Dan heb je daar achter jullie... Kijk, je ziet hem ook achter jullie. Het standbeeld van Cowboy Billy. En dan heb je ook nog het standbeeld van kapitein Bruinbaard. Nou, hartstikke leuk natuurlijk, kapitein Bruinbaard. Maar kapitein Bruinbaard is inmiddels al maanden gewoon kapot, stuk. Ja, gorten geblazen. Dat is door de cowboy. Best. Nee, door de cowboy overigens. Dus als jullie ooit nog een keer een straf willen zoeken voor een cowboy, dan... be my guest, dan kunnen jullie hem ook nog straffen. Maar kapitein Bruinbaard moet wel gerepareerd worden. Ik wil dat zelf wel doen, maar ik heb wel hulp nodig daarbij. Dus ik dacht, wat nou als jullie zeg maar gewoon tegen Harlo zeggen... Hey Harlo, luister eens. Jij moet kapitein Knalnet helpen met het repareren van het standbeeld. Dus dat is toch een perfect. Dan heb ik ook gelijk mijn compensatie ervoor gehad, weet je. Dan ben ik weer blij. Heeft hij zijn straf gehad, is alles weer goed. Dan vergeef ik het hem. We zullen het meenemen. Waar naartoe? Naar het eindresultaat van het onderzoek. En Okay, ja, prima. Jij zou dat een voldoende compensatie vinden als hij jou helpt met het Ja, ik zou het helemaal goed vinden. Ik zou helemaal blij zijn als hij mij zou helpen met het standbeeld van kapitein Bruinbaard. Oké. Ja? Ja. Dat is goed. Oké. En ik heb jullie trouwens een paar dagen geleden heb ik jullie de skulk gegeven die ik moest hakken voor mijn taakstraf. Voordat ik per ongeluk in jullie geheime bunker waar moorden worden gepleegd en zo terecht was gekomen. Wanneer kunnen we daarover praten trouwens? Ik wil weten waarom jullie een lijk in jullie kelder hadden. En wie is Gombert? Maakt dat uit? Ja, heel veel. Behoorlijk. Daar komen we nog op terug. Maar hoezo hebben jullie het recht om geheime zaken te doen met moorden en ik niet? Wie houdt ons tegen dan? Wie houdt mij tegen? Wij. Ja, dat klopt. Jullie houden het meteen. Jullie zijn in de meerderheid. Het is niet leuk. Het is niet eerlijk. Oké, nou, dan ben ik... Als jullie dat kunnen regelen, kunnen jullie mij daar op de hoogte over houden? Over wat de situatie gaat zijn met Harlo? Ja, dat komt wel goed. Ja, dat wel? Dat willen jullie wel doen? Ja. Ja. Oké, nou, top. Helemaal leuk. Wat is het boekje trouwens? Mag ik dat boekje? Char Snow de Plani. Laat maar zitten. Ik ga. Ik ga naar huis, oké? Okay? Ik vind het helemaal prima. mag ik mezelf uitlaten? Of... Nee, ding. Oh. Nee, jullie zijn niet met elkaar eens aan het zien. Nee, ik wil naar huis. Ik wil weg hier. Ik wil hier nooit langer zijn dan een volwaardige 3 minuten. Hier naar beneden. Oh, camera moet eruit zeker. Tot zo. Goed, nou, dank jullie wel voor mijn korte bezoekje. En sorry dat ik jullie heb gestoord bij de lunch. Ja. Wat hebben jullie gegeten? Het was wel lekker. Ja, een of andere piraat... Piraten iets. Ja, het is een leuk restaurant. Ik weet alleen nog niet wie de eigenaar ervan is. Ik heb geen tijd om naar de ober uit te gaan hangen. Dus misschien moeten we naar een keer iemand regelen. Waar kunnen we reviews achterlaten? Nog niet. Hij is eigenlijk nog niet eens echt officieel geopend. Maar dat komt nog wel, oké? Okay? Nou, het is een nieuwe maand trouwens. We leven inmiddels in februari. Is Ronald alweer medewerker van de maand? Ja. Echt? Ja. Ronald, mijn jongen! Hij is echt een goede medewerker. Ronald doet het goed. Ronald doet het hartstikke goed. Nou, dankjewel. Ik pak Benno en ik ga er weer vandoor, oké? Oké. Doei doei. Nou jongens, laten we hier gelijk weggaan. De bezoekjes aan de DBE worden telkens raarder. Char de Snow de plannetjes. Ze doen alsof ze een soort van de politie zijn en zo. Maar eerlijk gezegd... Ik zit vast in de spinnenweb. Oh nee, eruit. Oké. Ze doen alsof ze de baas zijn en zo. Maar ze zijn ook met allemaal stiekem... Volgens mij doen ze ook hartstikke illegale dingen hoor, jongens. Zoals die moord in een geheime kelder die ze hebben en zo. Ik weet nou niet wat ik wel en niet moet vertrouwen. Goed, Benno, we stoppen jou weer terug in mijn stal. Oh, trouwens, jongens. Weet je wie ik al lang niet even gedag heb gezegd? Hoe is het met je Benny?
Oh, Benny is nog steeds een feestje aan het geven. Altijd als ik Benny kijk, naar Benny kijk, Josie is een feestje aan het houden. Kan ik iets voor je doen? Waardoor je... Oh, je bent al rustig, oké. Voor de mensen die echt pas later konden het feestje aan gaan kijken dit seizoen. Benny is mijn allereerste paard, jongens. Benny is de OG paard van dit seizoen en hij leeft nog steeds. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Goed, jongens. Ik wil in de volgende aflevering wil ik verder gaan met mijn schip, maar ik wil deze aflevering wil ik ook nog wat gebouwd hebben. Ik kan deze aflevering niet afsluiten zonder te bouwen, voor mijn gevoel. Dus laten wij even deze pier die ik hier heb, of deze steiger, een keertje aankleden. Misschien kunnen we er een leuk marktje van maken. Misschien kunnen we hier een hijskraan over het water laten steken. Misschien daar ook nog eentje. Gewoon een beetje gezelligheid. Het is leuk van hout. De bedoeling is dat het ook opgevuld gaat worden. Dus laten we dat ook gewoon een keertje doen. Ik heb nog helemaal geen spulletjes voorbereid. Dus dat moet ik wel nog eventjes gaan doen. Maar daar hebben jullie allemaal natuurlijk geen zin in om te zien. Dus laten we gewoon lekker beginnen met een mooie timelapse. Bambo! Jongens, daar zijn we weer. Nou, een best wel kleine timelapse. Maar in die kleine timelapse is er van alles en nog wat gebeurd. We hebben eindelijk een keertje de pier hier details gegeven. Het heeft een beetje een verhaal. Je kan er leuke dingen doen. Het heeft nog best wel veel potentie voor in de toekomst. Ik geef jullie even een kleine rondleiding geven. We zijn een paar dagen verder trouwens. Er is van alles en nog wat gebeurd in de tussentijd. Niet in Content Veen, maar gewoon in het echte leven. Dus vandaar dat we een paar dagen verder zijn. Als je hier vanaf deze kant komt, vanaf ongeveer de schiereilanden daar. Dan heb je aan het begin een paar barrels, een beetje kruis. Hier. Dan heb je hier een mega grote, nou mega grote, een redelijk grote hijskraan. Die is een beetje kisten en barrels naar beneden aan het hijsen. Dat kan weer op een klein bootje dan naar het grote schip toe hier, die nog steeds niet af is. Dan heb je hier een lekker plekje waar je gewoon kan zitten en kan kijken naar de kapitein, zodat de kapitein er allemaal aan het uitspoken is. Al moet ik zeggen, ik ben de kapitein, dus er kunnen mensen kijken naar wat ik aan het uitspoken ben. Het is niet heel handig dat ik dat hier geplaatst heb, maar dat maakt niet uit. Hier hebben we gewoon wat opslagdingen die getransporteerd kunnen worden naar andere haven. Dus weet ik wat allemaal. Dan hebben we hier een kraampje. En voor de mensen die Content Veen seizoen 2 nog heel goed kennen. Dit is een beetje hetzelfde kraampje als die ik in mijn stad heb gebouwd in seizoen 2. Dus laat even in de reacties weten. Ken jij nog Content Veen seizoen 2 heel goed? Een beetje hoe mijn stad eruit zag. Dan herken je ook dit soort kraampjes. Het is gewoon bijna hetzelfde design. Het is ook helemaal niet een heel moeilijk design of zo. Het is gewoon letterlijk een heel simpel kraampje. Dan hebben we hier een steiger met opslagdingen die allemaal kunnen verhandeld worden naar andere havens. Die piraten met elkaar kunnen handelen of stelen. Weet ik wat allemaal. Gewoon een paar random blokken. Hier nog zo'n kraampje, hier nog meer kruiden, hier weet ik wat allemaal. En dat is het eigenlijk ook wel. Er is niet heel veel meer nodig dan dit. En er was ook niet heel veel meer ruimte dan dit. Een kraampje, opslag, een kraan en voor de rest gewoon random dingen op de grond. Meer was niet nodig. Goed, nu we dit gedaan hebben, jongens, wil ik het volgende even doen. Dat is namelijk hier vast een beetje gaan uitstippelen waar nog meer gebouwen gaan komen. We hebben hier natuurlijk nu een pad naar het observatorium daar. Maar ik denk dat het wel leuk is als we ongeveer hier... Nou hier. Deze weghalen. Die dan ongeveer hier plaatsen zo. En dan vanaf hier ook een pad laten lopen. Die een beetje langs het water hier gaat. Zo, hoppakee. Die gaat een beetje hierheen. Dan gaat hij hier langs. Zo, nog steeds een beetje langs het water hier. Dan gaat hij zo verder. En dan komt hij hier uit bij het observatorium. Dan hoeven we hem nu alleen nog maar een beetje breder te maken. Hij is nu namelijk nog niet heel erg breed. Zo, mooi langs het pad hier. Dan maken we het hier een beetje breed. Zo, netjes hier langs. Dan even het gras hier weghalen. Hoppakee. Zo, hier weer netjes. Dan kan die hier kan wel weg. Zo, zo, hoppakee. En dan deze nog even een beetje iets minder. Hij is nu al in een erg grote streep als je het zo ziet. Oké, dat gaat de goede kant op.
Nou, hoe ziet dit eruit, jongens? Laten we even kijken. Je komt van het observatorium hier aanlopen. Dan heb je nu hier dit pad naar rechts zo. Dit gaat goed. Dan kan hij hier nog wel ietsjes breder. Dit is nog niet heel breed. Zo, beter. Loopt hij helemaal door hierheen. Dan kom je hier uit bij ongeveer het outpostje van de DBE. En dan heb je nu hier een heel mooi vak in het midden. Waar of één groot huis kan. Maar ik denk dat het leuker is om hier twee huizen te plaatsen. Maar daarvoor moet ik de indeling nog een beetje maken. Nou, in principe kunnen we dat al doen. Dus we nu gewoon een beetje zoals dit te werk gaan hier. Zo, kijk, dan kunnen we hier nu in, kunnen we hier een huisje bouwen ongeveer. Dan kunnen we hier een huisje bouwen. Misschien is het dan wel leuk om het pad iets dunner hier zo dwars doorheen te laten lopen. Het is een iets dunner pad, omdat het een beetje als een steegje moet aanvoelen. En die komt dan ongeveer tot hier uit, zo, hoppakee. Kijk, dan heb je een soort steegje ertussendoor. Dan kunnen we hier een huis bouwen met een lange tuin of misschien een langwerpig huis, dat kan ook. Dan hebben we hier ruimte voor een nieuw huis. Dan kan hier ook van alles en nog wat gebeuren. Deze boom moet ik een keertje weghalen, maar dat wil ik pas doen zodra ik er wat ga bouwen. Want nu voelt het toch een beetje als opvulling. Is het zonde om die boom weg te halen? Zelfs als deze boom, die halen we gewoon weg zodra we dingen gaan bouwen. Dat is nog opvulling. Gewoon. En kijk, hier hebben we ook nog ruimte trouwens. Hier kan ik ook gewoon weer misschien een strand... Oh, een strand! Jongens, er is hier alles. We hebben schiereilanden, we hebben een pier, we zijn een boot aan het bouwen, we hebben een vissershut. Het enige wat hier echt nog mist, is een strand. We hebben aan de andere kant van het water, daar hebben we een heel groot strand natuurlijk. Maar er moeten meer stranden zijn. Dus wat nou als we hier gewoon langs een heel groot strand maken? Dan maken we die cliff hier ook weer een beetje wat steiler. Met de strand hier beneden. Dan kunnen we leuke dingen aan het strand maken. Ja, dat is leuk man. Als we dan vanaf kapitein Bruinbaard kijken, die binnenkort gerepareerd moet worden door Harlow. Laten we hopen dat de DBE dat goedkeurt. Dan is hier gewoon een strand. Dat ziet er veel leuker uit. Dat gaan we doen. Dat vind ik een hele goeie. Laat even weten in de reacties als jullie dat een goed idee vinden, jongens. Om hier een keer een strand te gaan bouwen. Goed, dan hebben we hier nu ruimte voor huisjes. Hier ruimte, daar ruimte, strand. Dan hebben we hier nog een leeg vak waar iets gebouwd moet worden. Dan hebben we hier nog... Nou, hier kan geen huis meer. Ik denk dat ik dit gewoon op ga vullen met misschien nog wat bomen. Misschien wat rotsen. Misschien een kampvuurtje verzinnen. Maar dit is denk ik net te krap om nog huizen te plaatsen. Oké, als dat gedaan is, die plekjes, dan hebben we hier eigenlijk al alles opgevuld. En dan is het tijd, niet nu, maar als dat gedaan is, om deze kant een beetje op te gaan. Want we kunnen als het goed is hier, als je het pad volgt en je gaat hier omhoog. Dit heb ik ook echt al tientallen afleveringen geleden gedaan, dit pad gebouwd. Dan kom je hier uit en dit is toch een leuk plekje voor een huisje. Als je hier woont heb je gewoon uitzicht op alles. Althans, niet helemaal, maar ik vind het wel een mooi plekje. Als Bruinbaard gerepareerd, zie je dat goed. Zie je de nieuwe boot goed, de boot erachter. Schedeleiland zie je heel mooi vanaf hier. Dit is een mooi plekje om een keertje gewoon een huis te bouwen. Goed, ik denk ook zodra Harlow hier is om misschien mij te helpen met kapitein Bruinbaard, is het misschien wel leuk dat hij een van deze twee kraampjes mag claimen. En dan daar zijn koekjesfabriek kan maken. Nou, koekjesfabriek, een koekjeskraam waar hij koekjes kan verkopen. Ik denk dat de piraten en de DBE die hier wonen allemaal wel erg geïnteresseerd zouden zijn in een koekjeskraam. Dat hij gewoon zijn eigen Harlow koekjes hier kan verkopen. In mijn oren klinkt dit als een geweldig idee. Goed, jongens, voor nu was dat hem weer. Misschien is het een iets kortere aflevering dan normaal. Maar ik moet binnenkort weer verder gaan met de boot. En dat gaat gewoon niet meer in deze aflevering. De projecten die ik op het moment heb zijn best wel groot. Waardoor als ik dan dingen zoals met de DBE doe, dan kom ik er niet aan toe om ook nog aan die boot te gaan bouwen. Vandaar dat we de steiger een keertje hebben opgevuld. Moest ook nog gebeuren, ben ik heel blij mee. Waar ben je, kapitein Snavel? Zullen we jou anders een keertje verplaatsen misschien? Nou ja, trouwens, zodra de nieuwe boot is, mag jij op de nieuwe boot. Dan wil jij de kapitein van die nieuwe boot. Hoe leuk is dat? Volgens mij is kapitein Snavel niet echt heel spraakzaam of zo. Heb je wat te zeggen? Goed jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1.0. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flitsen bier. Tot de volgende keer.